Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag ineens zie ik. Nee, ik heb deze auto even meegenomen, want ik vind het zo slecht weer. Ja, zielig voor die eend. Zo weg, hè? Ja, maar deze kan meer hebben. Ja, dit is onze dienstauto. Vertel, waar zijn we? Nou, we zijn dus in Zundert. Zundert? Bij het revalidatiecentrum. Kijk. Kijk. Daar zien we al de kerk al. Ja. Die herken jij natuurlijk gelijk. Ja, zeker. En we zijn hier omdat het revalidatiecentrum doet supergoeie dingen voor de vogels. Oké. En niet alleen educatie, opvang van vogels, maar ze maken ook nestkasten. Ja. En hier zijn dus vrijwilligers bezig om nu kasten voor ons te bouwen die we gebruiken voor de kerkuil. Nestkasten? Wat heeft dat voor zin? Nou, dat heeft eigenlijk alleen maar zin op plekken waar bijvoorbeeld het leefgebied al geschikt is voor die vogels. Ja. Dus er moet voedsel zijn, het moet veilig zijn, maar ze willen zich ook voortplanten. Mm-hmm. En doordat de afgelopen 50, 60 jaar zijn eigenlijk alle schuurtjes en gebouwtjes op het platteland en zo, die zijn allemaal gemoderniseerd of gesloopt. Dus er zijn geen nissen meer. Mm-hmm. En er zijn vogels zoals een vliegenvangertje en ook steenuil, die willen eigenlijk in nissen broeden. Okay. Maar je hebt ook holtebroeders. Ja. Steenuil kan je ook, bij de steenuil kan je eigenlijk ook wel zeggen dat het een holtebroeder is. En die wil dus in een gat eigenlijk zijn nest bouwen. Mm-hmm. Maar ook holle bomen, oude holle bomen met die gaten, zoals hele hoogstamfruit en zo, die zie je bijna niet meer. Je hebt alleen maar laagstam. Dus wat wij doen, op plekken waar het zeg maar een toevoeging kan zijn, plaatsen we dus speciale nestkasten. Gaat het goed? Ja, prima. Ja, ja. En dit zijn de pakketjes? Dit zijn de pakketjes van Dorison huisjes. Voedselpakketjes? Ja. Ja, huisjes. Aha, ja. Kijk, dit zijn huisjes. Is het leuk werk om dit te doen? Absoluut. Ja? Ja. Want het is wel gewoon duidelijk voor het goede doel. Wat is er ja, leuk zeker. Aan? Wat is er leuk aan? Je bent met de natuur bezig. Nou, ja, hier met de... Nou, de zijdelings toch wel. Zijdelings, nou vooruit dan. Hey, maar er komen er heel veel van die kastjes, ook in openbare wegen te hangen. Deze niet, want dit zijn voederkoolmees. Maar we hebben koolmezenkasten. Ja. En koolmeesjes die lussen heel vaak, hoe heet het, die rupsen. Die kriebeldingen, processierups. Juist. De eigen processierups. En dan zie je die kastjes overal hangen. Ja, dat klopt. Waar ja. Komen we, dan lokt natuurlijk die koolmezen. Ja. En de eten genoeg. Ik wel gebruikt door vliegenvangertjes. Ja, ja ook, ja. Ja. Wat zijn vliegenvangertjes? Dat zijn die vogels die vliegen vangen. Ja. Oh, ik denk dat ze vogelsoort. Ja, je hebt de grauwe vliegenvanger en de bonte. Okay. Hier heb je er eentje. Ja. Kom maar binnen hoor, joh. Ja, ik kom maar af. Kijk hier nou. Nou, hier wordt het hier rustig allemaal. Dus hij maakt huis voor de open haard, of niet? Nee. Buiten de kerkuilenkasten van Brabantschap maken wij natuurlijk ook nog heel veel materialen van voor Erven Plus. Okay. En dan heb je de torenvalkenkasten. Hoeveel soorten nestkastjes hebben jullie nou? Gewoon de koolmees, gewoon de pimpelmees, de boomklever, de halve open kastjes. Steenuilkasten, kerkuilkasten, torenvalkasten, spreeuwkasten, huismussenkasten, maar die zijn niet helemaal. Waar zijn we nou? We waren net we in Zundert. Nou zijn we ineens in Oorschot. Oh. Oorschot is het hart van de steenuil. Ja. Daar zitten er superveel en hier worden ook dus de nestkasten voor de steenuil gemaakt. Oké. Dan gaan we eens even kijken hier bij Frans. Ja. Want hoe kan het ook anders? Iedereen hier in Oorschot heet Frans, dan doen we het even zo. Ja, maar het twijfelt wel. Nou, dit is jouw werkplaats? Dit is mijn werkplaats, ja. Het is vanochtend om half zes gezet. Nou, lekker. Ja, was jij vroeg met de veren. Het is nou half elf, dus nou komt hij eindelijk op smaak. Hè? Ja. Frans, hoe lang ben je nou bezig met zo'n kast maken? Zo'n kast? Ja. Die duurt, weet ik eigenlijk niet, uren. Ik denk een uurtje of drie of zo. Drie uur per kast. Per kast, dus. Zo. Maar je maakt toch altijd hele stapels onderdelen? Maak je eerst klaar? Ja, ik doe met 10 tegelijk. Okay. Ja. We zagen plankjes voor 10 kasten. Die zet ik hier mooi allemaal gesorteerd neer. Dan worden ze in deze malletjes in elkaar geschroefd. Ja. Doe ik ze in elkaar. En dan dit is een beetje het werkbankje. Dan worden ze als kast verwerkt. Dan worden ze de schotjes in elkaar. En dan als laatste de deksel. En de beugel, en dan is hij fertig. Dankzij jou gaat het weer goed met de steenuil. Gaat het goed met de steenuil. Ja, maar dat is dankzij jouw kasten. Ja, dat geloof ik, want ik heb er al
Ik weet niet hoeveel gemaakt. Zal ik het eens verklappen? Maar heel veel. Weet je het dan? Ja, het zijn er meer dan 4000. Ja, huh? Kijk. 4000? Ja. Keer 3 uur per kast is 12.000 uur. Gedeeld door 40 uur in de week is... Dan moet ik even op mijn telefoon. Ik ben van een andere generatie, Joost. Ik kan niet meer uit mijn hoofd. Nee, je kunt niet overrekenen. Dit is dus eentje met de linkeropening. En als je er even infilmt, Joost. Ja. Kijk, dan zie je eigenlijk hier zit het uiltje vaak te broeden. Uh-huh. Dit is eigenlijk dat hij, als je controleert zo, dat de uiltje niet bang wordt. Dus je kijkt eigenlijk zo, en dan zit ze onder dat plankje, dat geeft net wat beschutting. En dit is een martersluisje. Okay. Dus om te voorkomen dat een steenmarter probeert die eieren te roven, of de jongen, dus die kan hier niet goed doorheen. En dit zaagsel, nou, dat is gewoon voor een bodempje, als die gehangen wordt. Ja, dit is gewoon een prachtige kast. Een villa noemen mensen het ook wel eens. Ja, dit is wel een heel luxe verblijf, ja. En we hebben nu door een crowdfunding hebben we dus heel veel van deze kasten, plus die kerkuilenkasten die we net hebben gezien, hebben we kunnen laten bouwen. En daar gaan de uilen zeg maar weer veel plezier van hebben. Ja, ja. Nou, en voorlopig ligt er nog een hout genoeg, Frans. We kunnen wel even vooruit. Kunnen wel een paar uurtjes vooruit, hè? Ja. Hey, ik zou zeggen tot de volgende keer. Frans, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En timmer ze. Ja, dat doen we. We timmeren gewoon verder.